63724 is officieel. Bricks en Stratton, Wadden en Kleinbouw Urk, geweldig sponsor van deze tiende en laatste koers. Wat een mooie winnaar, Tom Kooijman en Forget About It. Ze lieten weinig aan het toeval over. 7 jaar deze bruine ruin, Liverman Hanover uit Countess Links, gefokt door Stal van Nierop. Bezit van Stal de Groningers, Tom Kooijman de trainer en de rijder. En hij meldt zich hier bij de huldiging. En we gaan Tom in het zonnetje zetten. We hebben 2 bossen bloemen voor de eigenaar en voor de rijder. En die gaan we nu overhandigen. Thomas, van harte. Eén vraag. Meestal als hij wint, dan is het een feestje. Ja, missen. Het is nu ook een feestje. Maar waar zijn ze dan? Ze zijn allemaal al naar huis. Het duurt een beetje langer hier. Maar de pet is er niet minder om. Het is een geweldig paard terug hier. En ik had geen kans normaal gesproken met 25 mee te geven. Maar ze gingen nu zo langzaam rijden onderweg. Ik denk, ik ga er gewoon naast rijden en dan zie ik het wel. Ja, bijzonder, want dat is op zich niet de manier waarop hij het liefste doet. Nee, afdwingen. Hij deed wel graag in dit tempo, de Giel. Het ging onderweg een momentje 30. Ik denk, nou ga ik maar een stukje rijden. Kunnen we stellen dat hij op zijn best is? Ja, hij komt wel in de kracht van zijn leven. Volgende. Hallo? We gaan maandag nog een keer in de Stompwijk, ook op gras. Zie ik je daar. Dankjewel. Tom Kooijman, dames en heren, hij slaat hier genadeloos toe met Forget About It. Is echt de beste in dit veld. Wint de Bricks & Stratton Wadden en Kleinbouwprijzen Urk. En Tom gaat met de sponsor op de foto. Geeft een mooi plaatje. En ik neem afscheid van u, dames en heren. Ik hoop dat u genoten heeft van deze topmeeting hier op de baan van Emmeloord. En u kunt in de handen voor de laatste winnaars van vanavond. Geef ze een groot applaus. De winnaars van de Bricks & Stratton Wadden en Kleinbouw Urkprijs. Tom Kooijman, Forget About It. Heel snel.